neemt goed van slag. Ontdekken wie op knoppen mag. Ik heb een hele grote trom en daarom sta ik altijd krom. Ik sla er op een nieuwe dag. Het gaat zo lekker in de maat. Van s'morgens vroeg tot s'avonds laat. De vrouwtjes doen goed mee met mij. Het is een ware slagpartij. Het zweet loopt door mijn naad. Ik klap erop. Jij klapt erop. Ja, als het weekend is, knal ik er bovenop. Van voor naar achter en van boven naar beneden. Ja, pas maar op, want ik ga dwars door het café. Ik klap erop, jij klapt erop. Ja, als het weekend is, knal ik er bovenop. Oh, de hele boel staat stil als ik ontbreek. Ja, ze noemen men de klapper van de week. De klapper! De trom is nogal groot. Dat is een grote trom. Dus geschikt u erge dood. Ja, dat is verkeerd. Als ik vurig sta vannacht en ik speul op volle kracht, geef ik mijn eigen helemaal bloot. Ik heb het ritme van een kraant. Begin een echte muzikaat. Als het nergens meer op slaat en het echt niet langer gaat, staan de blaren op mijn haan. Zingen! Als het weekend is, knal ik er bovenop. Van voor naar achter en van boven naar beneden. Ja, pas maar op, want ik ga dwars door het café. Ik klap erop, jij klapt erop. Ja, als het weekend is, knal ik er bovenop. Oh, de hele boel staat stil als ik ontbreek. Ja, ze noemen en de klapper van de week. De blauwe trommels van. Voor een lekker bakkie koffie zet ik mijn ogen.
Bedankt voor mijn ramen te wassen en tot de volgende keer, hè! Goedenavond, carnavalisten van Gurkum en Gunderwijd. Helaas hebben wij vanavond een iets wat andere carnaval dan we met z'n allen gehoopt hadden. We zouden met z'n allen hier vanavond in de Lawaaipost één grote bende maken. Maar helaas zijn we hier met een select groepje waarbij we er ook een bende van maken. Maar jullie zijn er niet bij. Desondanks willen we jullie meenemen weer de nieuwe stadsprins... prinses, je weet het niet, gaat worden, van Gurkum en de Gunderwijd voor het seizoen 2021-2022. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we jullie eerst het nummer laten horen en vervolgens gaan we daar de persoon aan koppelen die het carnaval van 2021-2022 gaat brengen tot een hoogtepunt. Start er maar in, jongens. Daar komt hij. Snollebollekes. Komt ie. Los, los. Vol de rot, we dat kadaver slapen. Doe de mouwen laten. Is een mama marathon. Mama marathon. Spring de verre van de voeten. Doe uw enkels maar in goed. Is een mama marathon. Zing uw stembanden krom. Ja, ik ga lekker en ik ga
jongens. Voor de stampers, de calorieverbranders. Deze man, dit wordt zeker sowieso het nummer. Deze is voor de douwers, de niet wat elke avond man, gehoord zal worden. Als onze stadsprinses binnenkomt, mag ik voor jullie allemaal een diepe buiging, een groot applaus. Applaus voor prinses Jodelfientje. En voordat ze daadwerkelijk prinses Jodelfientje genoemd mag worden, zullen we eerst een aantal stappen uit moeten voeren. Normaal gesproken zou het leuk zijn als we het met z'n allen konden doen. Helaas, nogmaals, zijn we hier met een select gezelschap. Maar we gaan proberen er het beste van te maken. We gaan beginnen om de stadsketen om te hangen. Als teken dat u door Bliekenstad wordt erkend als stadsprinses. Nog niet, we gaan dadelijk met z'n allen. Ten tweede gaan we u bedekken met de mantel die u zal beschermen voor de slechte invloeden van buitenaf, van over de rivieren. Oké, we doen het toch even met z'n allen, jongens. I love, I love, I love. Ten derde willen wij graag de scepter overhandigen als teken van uw heerschappij over leut en gein van Bliekenstad. Ten vierde willen wij u vragen geknield plaats te nemen op het vaandel. Dit is het kussen van moed en trouw, zodat wij uw prinselijke kledij kunnen voltooien met de kroon van uw gezag en waardigheid. Ten vijfde, ten slotte bekrachtigen wij uw benoeming. Momentje. Hij zat er nog in. Ik dacht dat ik het hele stuk mee moest nemen. Wij bekrachtigen uw benoeming door de oplegging van dit zwaard. Mag ik een driewerf alaaf? Ten zesde. De eed op het Bliekenstedse vaandel. Hoogheid. Plaats uw prinselijke of prinsesselijke rechterhand op het vaandel en zeg ons na. Momentje, vaandel wordt iets dichterbij geschoven. Ik, prinses Jodelfientje. Stadsprinses van Bliekenstad en Gundewijd. Stadsprinses van Bliekenstad en Gundewijd. Beloof hierbij plechtig. Beloof hierbij plechtig. Gedurende mijn regering. De gedurende mijn regering. Alles te doen wat in mijn vermogen ligt. Alles te doen wat in mijn vermogen ligt. Om het carnaval van 2021-2022. Om het carnaval van 2021-2022. In alle opzichten te doen slagen. Om in alle opzichten te doen slagen. En om met elkaar. En met elkaar. Er een grandioos carnavalsjaar van te maken. Een grandioos carnavalsjaar van te maken. Jongens, een driewerf alaaf voor onze prinses Jodelfientje. Dan wordt het nu tijd om de adjudant bekend te maken. Je mag opstaan. U mag opstaan. Het is vanaf nu u. Dan wil ik graag onze adjudant naar voren. Adjudant Lazarus. Bij deze
geven wij de ketting aan de adjudant, adjudant Lazarus, zodat hij de prinses kan ondersteunen tijdens de hele carnavalsperiode. Mag ik een driewerf laten voor adjudant Lazarus? En een prinses met een adjudant is niets zonder raad. Dus ik wil vragen om de hele raad... Nee, wacht. We doen het anders. Want volgens mij hebben we ook nog een jeugdprins dit jaar. Dus ik wil eerst vragen of dat de jeugdprins naar voren wil komen. Mag ik een hartelijk applaus voor jeugdprins Levi. En een jeugdprins kan niet zonder scepter. Ook deze hoort erbij, zodat jij aankomende carnavalsperiode kan regeren samen met de prinses over Gurkum en Gundewijd. Blikkenstad. En dan nu gaan we toch de raad erbij halen. Mag ik de raad verzoeken om achter prinses Jodolfientje, adjudant Lazarus en jeugdprins Levi zich op te stellen. Dan kunnen ze alle onderscheiden worden, zodat we met z'n allen het carnaval zeker kunnen stellen, ook voor dit jaar. Dan gaan we nu de ambtskettingen omdoen. En dan ga ik even vragen, wil de prinses dat doen of gaat de adjudant dat doen? De adjudant gaat het doen. Gaan we beginnen. Dan gaan we beginnen met het... Oh, oké. Okay. Sandra de Wild. Alaaf, alaaf, alaaf. En de volgende van de stadsraad is Talita de Wild. Alaaf, alaaf, alaaf. En de volgende is Teus Meidam. En hierna volgt Sylvana de Keizer. En natuurlijk moeten we niet vergeten om ook te onderscheiden of klaar te maken voor onderdeel van de stadsraad, Chris Kremers. Dan hebben we er nog drie te gaan en laten we beginnen met Dominique Masbergen. En ook Irine Weimar is erbij. Ja, en als laatste, geen buitenbeentje, wel de laatste, maar voltallig onderdeel van de stadsraad, Linda. Laten we hopen dat corona dit jaar ons geen parten speelt. Dat we gewoon een feestje kunnen vieren. Zoals we dat eigenlijk al 2 jaar willen. Prinses, adjudant, wilt u nog wat zeggen? Adjudant, wil je nog wat zeggen? Dan stel ik voor om het nummer van onze prinses, van onze stadsprinses, aan te zetten. En met z'n allen thuis, maar ook hier en aankomende maanden... Eén groot feest te laten worden, ervan te maken. Kijk maar. Jongens, feest! Lekker tot het gaatje en door.
la la. En voor de oplettende la la. Kijkers onder ons. Volgens mij is er iets op de tafel blijven staan. Er staat hier, erg afgelegen, een mooi zilveren koffertje met adjudant erop. En volgens mij is dat de koffer die de adjudant bij zich hoort te dragen. Dus adjudant Lazarus, mag ik vragen of dat jij de koffer bij jou wil houden? Want volgens mij heeft onze prinses iemand te onderscheiden. Is onze adjudant op de hoogte van de mensen die onderscheiden moeten worden? Hartstikke fijn. Wie wil de prinses een onderscheiding geven? Het bestuur. Het bestuur! Jongens, mag ik even een daverend applaus voor het bestuur van Gorinchem's Carnaval! Als eerste wil de prinses dan onderscheiden Benjamin van het bestuur. Mag ik een driewervela voor Benjamin van het bestuur van Gorinchem's Carnaval? Hij wordt in de adelstand verheven, hij draagt zijn kruis al in zijn broek van eer. Laat zien, laat zien. En daarna volgt Colinda, ook onderdeel van het bestuur van Gorinchem's Carnaval. Alaaf, alaaf, zij wordt in de adelstand verheven. Zij draagt de kruis al in de broek van eer. Laat zien, laat zien. En als derde, ook onderdeel van het bestuur, Natasja. Zij wordt in de adelstand verheven, zij draagt de kruis al in de broek van eer. Laat zien, laat zien. Prinses, hoogheid, adjudant, het is 8:30. Wilt u nog meer onderscheidingen uitdelen? Dan hoor ik dat graag nu. Oh, hey. Dan moet iemand anders de microfoon even pakken. Het bestuur. Hij wordt in de adelstand verheven, hij draagt zijn kruis al in zijn broek van eer. Laat zien, laat zien. Jongens, het is fantastisch wat er hier allemaal vanavond weer is klaargespeeld. Een livestream, het is allemaal gewoon mogelijk omdat het bestuur van Gorinchem's Carnaval dit allemaal doet. Ze zijn top bezig met z'n allen. Laten we afwachten wat het carnaval gaat doen dit jaar. Eén ding weten we zeker. Het bestuur laat ons niet in de kou staan. Jongens, nog 1-3 wervel af en daarna gaan we een feestje bouwen. En jullie thuis, neem er nog eentje of twee. Maar niet minder drinken. Fijne avond. Ja, ik ga lekker en ik ga
Doet hij het? Ja. Hallo. Allereerst allemaal gefeliciteerd. En namens het bestuur en de rest van de organisatie willen we ook graag vast het programma voor Carnaval 2022 bekendmaken. Heb je al een idee? Nee? Nou, we beginnen op vrijdag. Ja, ja. Ja, is dat nieuw? Ja, jij bent meestal nog niet wakker, maar dat is... Nou, we beginnen met het minder valide bal. En dan hebben we zangers Tommy Netten. Applausje. Gewoon Louis. En Frank den Brouwer. En dan is er ook nog een DJ. Hij staat achter de camera. DJ Bert. De optocht op zaterdagmiddag. Presentator en DJ Henry Wessels. Net als 2 jaar geleden, moet ik zeggen. We deden het volgens mij heel goed. De zaterdagavond hebben wij 2 artiesten bereid gevonden om naar Bliekenstad te komen. 2, ja. Ja, ja. Ze waren voor de helft van de prijzen door corona. Ja, ik kan er niks aan doen. We hebben eerst Marco Kraats. Het moet heel gezellig worden. Ja? Ja, dat kan je goed, zie ik. Jij staat achter de bar, denk ik dan. We hebben ook Starco. Ik wil je, blijf bij me, hou van me, ga nooit meer weg. Ik wil je, blijf bij me, hou. Ze gaan zingen. Oh, ze stoppen gelijk met zingen, dat is dan weer jammer. En ja, ik draai dan die avond, ja, ik kan er niks aan doen, maar... ja, het is nou eenmaal zo. Dus als je nog een vrije avond zoekt, pak die avond. Zondagmiddag, snottenpinnekesbal. 2 jaar geleden hadden we DJ Barry. En volgens mij deed hij het heel goed, dus hij staat er gewoon weer. Zondagmiddag. Zondagavond, sokophoudersbal met Johnny Gold. Dat is lallen met de zachte G. Lallen lekker mee. Ja, lopen, Polonaise. En ja, dat is maar kort, hè. Je zit met recht op YouTube, dus mag niet te lang. En de DJ van die avond is Henry Wessels. Maandagmiddag, 11x11, zanger Gewoon Louis. Hij komt gewoon nog een keer. En DJ Bert weer, staat nog steeds achter de camera. Ja, 2 voor de prijs van 1. Ja, aanbiedingen, 2 voor de prijs van 1. Bliekenbal, maandagavond hebben we Gebroeders Rossig. Ja, die kennen ze dan weer wel, hè? Ja, ja, ja. Feestduo, kei gezellig. Don't take me home. Please don't take me home. I just don't wanna go to work. I wanna stay here. Nee, nog niet genoeg gedronken. Nee, nee. En de DJ van de avond is DJ Patrick van Maurik. En dinsdagavond prinsesontmanteling. Ja, 3 keer is scheepsrecht. DJ Bert. En dan wel hier in de Lawaaipost. En over de locatie van het carnaval zelf. Geen idee. Dat hoor je vanzelf. Dat is nog steeds niet bekend. Er is sowieso carnaval. Of het nou buiten doen, in de doelen. Of 5 zinnen, maakt niet uit hoe je het noemt. We gaan sowieso carnaval vieren. Datum heb ik niet in mijn hoofd zitten. Weet jij die uit je hoofd? Eind februari. Ja, nee, dat is goed. Wacht. Secretaris, 25 februari 2022 beginnen we. Heb je zin om mee op te bouwen? Vanaf woensdag 23 februari zullen we beginnen. Meld je aan bij het bestuur. Wat zeg je? Piepertje. Wie gaat het piepertje doen dan? Ja, als spreekstalmeester. Veel plezier, oren dicht. Jongens, dit belooft een fantastisch carnaval te worden. Sowieso wil ik nog even aangeven dat we buiten een jeugdprins ook een jeugdprinses hebben. Helaas is zij door ziekte afwezig. Maar we hebben ook een jeugdprinses, die heet Jeugdprinses Destiny. Dus die zal, zich later bij ons voegen. Dan gaan we nu het piepertje doen. Dan wil ik even verzoeken of de dames de handen op de rug willen doen. Ik doe het andersom, hè. En de heren de handen in de zakken. En dan gaan we even stemmen.
Het is... Zo! Ja! We zijn gestemd, toch? Ja, komt-ie. Hoe krijgt de boer zijn handje? En een kwartel die slaat. En de visjes al in de stromen. Had je me maar onder die groene bomen. En de koekoek. Hoe kraait de boer zijn haantje? Ja. En de kwartel die slaat. En de visjes die zijn de stropen. Had je me maar die groene bomen. En de koekoek die roept overal. Jongens, fijne avond. Doe de mouwen lopen, dus een mop. Vrienden verder van de voet.
It's showtime. Come for Jack. Je houdt me niet tegen, als flinke diarree. Je kan blijven vegen, hou je maar niet in. Zie mij maar als een snack, verzetten heeft geen zin. Ik maak je helemaal gek, dus jump for Jack. Jump for Jack. Springen kadavers. Jump for Jack, jump for Jack. Nog een keer. Spring voor Jack. Doekje. In de crisistijd heb je geen centen. Ik heb lak aan dat gezeur, want het doet me niets. Elk weekend wil ik wel mijn pilsje pakken. De auto laat ik staan, ik ga wel op de fiets. Je moet er op zijn tijd toch een keertje uit. Het heeft geen zin om telkens op elkaar te veten. Billen bij elkaar en de borst vooruit. Samenwerken moet het ons wel lukken.
onze weg in deze nare tijd. Al ligt de lat wel laag, we hoeven niet te bukken. Belangrijk is voor ons gezelligheid. Seizoen plaatsen vol en
en heel veel poen. Stickers worden niet geplakt, personeel gezakt. Door corona was het stil, dat is juist wat hij niet wil. Worstenbroodje frikandel, ja dat lust hij wel. Bolognese had ze kwats. Na 10 biertjes, wat een kwats. Kom eens hier en schenk de glazen nog eens vol. Iedereen wat Fox wil, alle mensen hebben. Mensen hebben.